Hey, what up gasten, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik moet zeggen dat ik vlog een beetje een kutwoord begin te vinden, daarom zoek ik naar een andere titel. Hopelijk wordt die titel beter dan een vlog. Afijn, ik bedoel, vlog vind ik gewoon gênant bijna. Over gênante momenten gesproken, ken je dat als je tv aan het kijken bent en een telefoon gaat af? Leuk serie. Ja, leuk ja. Het is de tv! Ja, je snapt vast wat ik bedoel. Ik bedoel dat ze gewoon gênant. Of van die promotiefilmpjes van artiesten, weet je wel? Dat ze gewoon aan het karaoke spelen zijn. Oh, hey, ik zag je daar niet. Serieus, draait die muziek nu gewoon door? En de meest gênant of eigenlijk ja, leuk vind ik altijd als ongeluk een reactievideo uiterlijk van die artiest door hun tekeer gaan op hun medewerkers. Ik spreek jou erop aan, hè? Dit is mijn video, jij doet de muziek uit. Daar ben jij voor, ik heb je ingehuurd. Godverdomme. Oké, doe het nog een keer. Als je die muziek nu niet uit doet, ik sta je door het fucking hoofd, hè. Goh. Ja, oké. Iets anders wat ook heel gênant is, zijn de bloopers die ik heb gehad, weet je wel? Start de bloopers. Dit is namelijk een Oh, dit is zo'n homo look zo. Geitengeert. We hebben de show Geit. Als laatste wil ik even zeggen dat je ook een pad kanaal moet gaan checken. Geis channel. Hij maakt lachen video's. Klik erop, je ziet ergens een beeld hier wel. Iets staan, dat is mijn favoriete video van hem, is dat over Sven Kramer. Kijken dus en abonneren. En dan de comment van de week. Vorige week, ik geef echt eerlijk toe, je ziet ze nu onderaan in beeld. Die comment sloegen nergens op. Dat sloeg wel ergens op. Dat is vast logisch, alleen ik vond ze niet grappig genoeg. Daarom is er geen comment van de week deze week. Sorry daarvoor. Ik had vorige week daarentegen wel één vraag ontvangen die ik wel leuk vond. Hoe heet namelijk mijn wuppie? Ik ziet hem daar staan. Hoe heet mijn wuppie? Zeg het even in de comments hier beneden. En mocht je zoiets hebben van, die wuppie vraag, what the fuck, die kan ik aan? Dan heb ik hier een tweede vraag voor jou. Wat is het meest gênant wat jou is overkomen in je leven? In je leven, gewoon. Wat is het meest gênant wat je ooit is overkomen in je leven? Laat het me weten in de comments hier beneden. Ja, vergeet niet te abonneren aan een van die kanten. Ik weet nog altijd niet aan welke kant die is. En als laatste zeg ik dan deze keer, ciao la bella. I'm walking with a swag.